Het ministerie van LVV heeft gisteren twee nieuwe rijstvariëteiten gepresenteerd. Het gaat om long grain, oftewel superrijst. Deze nieuwe rassen zijn van beter kwaliteit, zijn goedkoper en zullen ervoor zorgen dat de productie verhoogd wordt. Behalve minister Suresh Algu van LVV waren ook minister Roline Samsudin van ROGB en Ronnie Benschop van Defensie aanwezig bij de presentatie. Minister Algo heeft samen met het Anne van Dijk onderzoekscentrum Nikeri Adron de naam bedacht voor de nieuwe rijstypes. De Adron DDB 1 en de Adron DDB 2. Volgens de bemensman betekenen deze nieuwe rassen meer productie en meer stimulans voor onze landbouwers en grotere voedselzekerheid voor onze mensen. De minister gaf aan hoe de ondersteuning vanuit zijn ministerie zal zijn. Dus wat we bezig zijn te doen om te kijken van waar we meer saizat kunnen produceren, dat is één. Omdat saizat op dit moment, areaal voor saizatproductie niet beschikbaar is of weinig beschikbaar is. Dat is ons bottleneck op dit moment. Tweede, wat we ook zeker gaan doen is verder begeleiding, training van de boeren van hoe ze moeten omgaan met de nieuwe twee variëteiten. En derde, opdracht aan SNRI om ook andere variëteiten verder te ontwikkelen, om nog hoger de productie op te gaan. En ook een variëteit te ontwikkelen, of variëteiten te ontwikkelen die wij kunnen gebruiken voor de productie van voer. Vooral binnen de pluimveesector, zodat de import van mais vervangen kan worden. DDB, ik neem aan dat ieder weet waarvoor het staat. Deze rij, Delano Bouterse 1 en Delano Bouterse 2. Twee variëteiten. We hebben genoemd naar de president, omdat hij steeds blijft zeggen productie, we moeten verder gaan. Er is geloof. En op basis daarvan hebben we gezegd van laten wij de namen plaatsen en afkorting van de naam van de president van de Republiek Suriname. Volgens de burgervader van Nikeri, Wit Prakash Dulum Singh, is het een mijlpaal voor het district. Toen de rassen zijn aangekondigd, vroeg hij zich af hoe resistent de rijst is tegen ziekten en plagen en ook wat de kookkwaliteit is. Hij legt uit waarom het belangrijk is dat de consument deze vragen stelt. Het gaat puur aan de kookkwaliteit. Dan bedoel ik voor de kijkers misschien. Teborali simanting van adebakanda. Daar schreef je of wordt je hard of wordt het kleverig. Hoe is het? Blijft hetzelfde? En wat is de geur? Allemaal kookkwaliteit. En ook voor de boeren natuurlijk heel erg mooie hogere productie. We weten dat. De zogenaamde Guyanese rijstras een iets wat hogere productie had. En men heeft als een gek dat binnengehaald. En dat maakt ook dat de prijs van de Surinaamse rijst dan kan gaan kelderen wanneer je die mix hebt. Want Suriname heeft een betere prijs vanwege zijn kwaliteit, zijn long grain. En dat is hier eigenlijk weer met die nieuwe twee lijnen die vrij zijn gegeven. DDB 1 en DDB 2. Dat het nog steeds long grain is, Surinaam stempel. En dat het een betere, goede kookkwaliteit heeft, betere kookkwaliteit heeft. En at the end, de boeren ook lucratief dat ze een hogere productie zullen halen per hectare. Dat was dus Wit Prakash Dulum Singh, districtscommissaris van Nikeri, na de presentatie van de twee nieuwe long grain of super rijstrassen.